Welkom bij onze nieuwe vlog. We gaan er 10 dagen op uit en we zien wel waar we terechtkomen. Hallo jongens. We staan aan het begin van een 10-daagse vakantie in Nederland, wat we wel. 10 dagen niks doen, lijkt me heerlijk. En we hebben vandaag geen idee waar we vanavond zullen slapen, maar we rijden nu Zwolle uit en gaan richting Weijen. Nou, we zien wel waar we naartoe gaan daarna, ik heb geen idee. Dus hou je op de hoogte. Ik hoop dat dit een leuk begin wordt van een hele leuke vlog. Nou zitten we hier Jachthaven Het Eiland in Lathum. En het was een heel mooie route hier naartoe. Vanaf Zwolle zijn we de weg opgereden richting Wijster, Ols, Deventer, Globaal, Zutphen en richting Doesburg. Heel mooie route, hè? Ja. En nu staan we dus ergens, de Veluwezoom heet het hier, denk ik. En we staan hier een nachtje. Mooie plek. Zon, je moet wel die jas hebben, maar dat is normaal voor deze tijd van het jaar, denk ik. En het wordt de komende week alleen maar mooier. Lekker. We zien wel. Ik weet niet of ik hier nog kan vliegen met de drone, een beetje afhankelijk van de wind. Als het kan, doe ik het nog even. En lukt het niet, pech, jammer. Hey. We hebben lekker eten besteld en het wordt van de camper geleverd. Kijk eens aan, schnitzel met champignontjes, alles lekker. Vooraf een paar kippenvleertjes en Klaas heeft de carpaccio vooraf. Kaas, die er niet met op kaas, oh, daar is al zo gek op. En daarna neemt ze de biefstuk. Nou, lekker toch? Heerlijk, we gaan ervoor smullen. Nou, dat was lekker. En veel. Het schnitzel was hartstikke goed. Biefstuk een beetje minder. Het biefstuk had wat meer gekuit mogen zijn, maar ja, dat is een kwestie van smaak, dus daar kun je zelf wat aan doen. Ja. En het is hartstikke vol nu, dus we gaan vanavond niks meer doen. We gaan uitbuiken, dus we zullen zeggen, en de mee. Mooie camperplaats, joh. Hele mooie grote plaatsen. Veel ruimte tussen de rijen. Dus daar kun je met je hond spelen, balspelletjes doen en dat soort dingen. Hartstikke fijn. En vlak bij de jachthaven waar ook een restaurant zit. En die komen bij je bezorgen. Nou, kan bijna niet beter. Maar nog mooier dan de camperplaats vond ik de omgeving, zoals deze bootjes die hier mooi langs de kant liggen, tegen het zachte licht van de ochtendzon, eigenlijk kon het niet mooier. En als ik me dan omdraaide, zag ik daar de ganzen zwemmen, die een klein beetje verschrikt werden door het geluid en de bewegingen van de drone. Een klein stukje verderop lag een klein eilandje, met zelfs een klein beetje strand. Hartstikke mooi, vooral voor de ganzen natuurlijk en de eenden en de kraaien en alles wat er maar leeft. Ze liggen hartstikke lekker in het zonnetje, prachtig mooi beeld, bijna on-Nederlands. Het is bijna 8 uur, stralend blauwe lucht. En dan mag je lekker op zondagochtend je hond uitlaten. Heerlijk toch? We staan nog steeds in Lathum. Erg mooi, vooral nu is het wind stil. Sowieso stil, want mensen slapen nog. Goh, heerlijk. Maar het is altijd een maar, hè. Het is heel veel uitwerpselen van ganzen.
als je daar niks tegen hebt, dan is het hartstikke leuk. Maar als je een hondje bij hebt, zoals die van ons, dan moet je continu opletten. Echt overal, om de camper, overal. Ganzen zijn leuk, maar niet om de camper. Ja, we gaan straks weer weg. We trekken straks door. Ik denk dat we naar Kessel-Eik rijden. En die kennen we, dat is een hele mooie plaats. We hebben één keer twee nachten gestaan met Oud en Nieuw, geloof ik. En dan gaan we weer een keer kijken. Vanmorgen hebben we Latum achter ons gelaten. En zijn wij via de Betuwe gereden. Ik denk, misschien hebben ze wel wat bloesem. Maar behalve wat appelbloesem hebben we verder niet veel gezien. Ik ben wat te vroeg. Of de natuur is wat laat. Dus daar moeten we nog wel een keer naartoe. Nou, en dan zijn we doorgereden langs een hele mooie route. Dat is dan langs de Maasduinen, dat recreatiegebied. En zijn we nu aangekomen in Kessel-Eik. En dat is... was al een van onze favorieten. Hier waren we met Oud en Nieuw. En het is nu wel een stuk warmer. Achter me kunt u zien dat de bomen ook wat bladeren krijgen. Gewoon leuk. Nou, dat is vanmiddag echt ook helemaal niks gedaan. Een beetje een Formule 1 kijken. Lekker in het zonnetje. Het was zelfs warm. We staan precies goed. En hier blijven we even een paar dagen. Ja, toch? Ja. En dan zien we wel weer verder. Oh ja, ik heb toch nog wat gedaan. We hebben onze nieuwe Isabella windscherm opgezet. Nou, dat is eentje zonder scheerlijnen. Dat is even de klusje als je het nog nooit gedaan hebt. Nou, ik hoop dat je genieten kunt van het beelden van de beginner. En hier zitten we dan, Prins Heerlijk achter onze windscherm. Mooi hè, het is een heel mooi ding. 10 minuten kost het de eerste keer om op te zetten. En dat kan eigenlijk wel wat sneller als, als ik dat vaker gedaan heb. Maar het effect is er niet minder om. Het is heerlijk. Het scheelt weer een paar graden. En ook hier enkele beelden om een indruk te geven van deze mooie camperplaats. Goedemorgen, het is maandag, een 19e denk ik. Kan ik zo niet zien, maar volgens mij is het de 19e. Regen. Ben je helemaal uit het noorden vertrokken om dan lekker mooi weer in te gaan. En daar hebben ze zon en hier niet. Dus een kleine verkeerde keuze, maar het kan nog veranderen. Het wordt zo meteen droog en in de loop van de middag verwachten ze weer opklaringen. Dus dat hoop ik maar. Nou ja, dan... gaan we nu even niet wandelen of wat we van plan waren, misschien vanmiddag wel. Het rest mij een mooie tijd om dat even te zeggen, om wat anders te vertellen. En ja, je hebt ook onderhoud dan in de camper. En er gaan ook altijd dingen stuk, ook al heb je nog zo'n mooie of nieuwe camper. Blijkbaar gaan er altijd wel dingetjes stuk. En dat was voor deze week de waterpomp, nee de dompelpomp voor de waterleiding. Dus niet de waterpomp van de motor. En
Ja, een klusje voor niks, dat is ook waar. Het gaat altijd kapot op het moment dat, dat je dat niet wil. En in dit geval s'avonds. Als je wil wassen, afwassen, koken, dat soort dingen. En dan doet hij niet. Nou, dat is wel opgelost. En dan denk je, dan ga ik online wel eentje bestellen, want dat doe je toch al snel. En dan weet je niet precies of je de goede hebt, want die erin zat, dat is natuurlijk niet meer, die is niet meer te krijgen. Het is een tandem pomp met een kleine motor ernaast voor noodgevallen. Dus dan blijft hij het nog even doen. Nou, dat heeft hij ook even gedaan, niet voor heel lang. En nou, dan ga je dus kijken, een levertijd 4 werkdagen. Nou, dat is wel te lang, want dat was halverwege deze week. En dan zouden we onze trip moeten uitstellen. Dan denk je weer dat internet niet zo handig is. En dat bleek ook wel. Bij ons in de buurt, daar zit Kraak, Ruud Kraak en Oldermark, de kop van Overijssel. En die doet alles aan campers. En dus of je nou komt voor veren verhogen of pompjes en dat soort dingen, hij is op voorraad. En dat is toch wel makkelijk, want je stapt in de auto en een kwartiertje later heb je een pompje in de handen en dan rij je weer terug. Ideaal eigenlijk. Internet is niet alles, bedoel ik. Het is een leuke zaak. Ik maak wel een beetje reclame, geloof ik, maar ik ben ook echt enthousiast. Het is geen zaak met een hele dure receptie en allerlei andere. Het is gewoon een autogarage zoals in mijn ogen moet zijn. En met veel technische kennis. Dat heb ik ook gemerkt toen ik een paar weken geleden ging ik ook naar hem toe. Ik kreeg al mailtjes en berichten over dat de neus van de camper wel heel erg voorover lag. En dan gaat het je opvallen en dan gaat het je irriteren. En dan ga je eens kijken wat kost zoiets. En dan schrik je. En toch nog eens een keer hier en daar geluisterd wat zou dat gaan kosten. En ook daar ben ik bij Kraak in Oldermark terecht gekomen. En die hebben hem verhoogd. De een heeft het alleen over veren verhogen. En Ruud zei dat bijna niet meer. Dan moet je nog wat doen en nog wat veranderen. Ik heb alle details niet. Maar in ieder geval heel mooi op heel korte termijn. Heel goed opgelost. En hij is aan de voorkant 6 centimeter omhoog gegaan. En dat merk je. Dat merk je met name als je ergens gaat staan. We moeten overal best hoog op de oprijblokken staan, want wij gebruiken oprijblokken. En nu gebruiken we hem sowieso minder vaak, omdat hij dan al recht staat. En je hoeft hem niet meer zo vaak op de oprijblokken, maar vooral minder vaak gebruiken van die blokken, dat is toch wel handig. Dus dat is mooi. Ruud, dankjewel. Ik weet niet of Ruud kijkt, maar bedankt in ieder geval voor je goede service. En de pompjes waren ook perfect. Hij had meteen de goede en dat is makkelijk als je veel met hiemers doet, met campers sowieso, maar ook met hiemers. En daar hou ik ook over op. Hopelijk gaat het niks meer kapot. Dan heb ik hem ook niet meer nodig. Sorry. Dat was het. We gaan. Klaasje is zich nog even aan het wassen en gereed maken voor de rest van de dag. En dan gaan we hopelijk weer wat leuke dingen doen vanmiddag. In ieder geval, dom van mij is dat ik het windscherm niet heb opgeruimd. Dat nu kletter nat. Dus het moet sowieso droog zijn. Wil ik hier de boel oppakken. Maar dat hoeft ook niet. Het is nu 10 voor 12. Het kan al van alles gebeuren. We houden jullie op de hoogte. Gelukkig klaarde het weer toch nog op. We konden nog even de bossen in en later kwam zelfs de zon er nog bij. We vonden het zelf heel mooi hier en we hebben ook hele mooie beelden gemaakt. Dat vinden wij tenminste. En hopelijk jullie ook.
Nou, dit was deel 1 van onze lentevakantie. We gaan nog 8 dagen, dus we hebben nog wel even te goed. We houden jullie op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Tot dusver nu. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En nou, je weet het, hè. Als je het leuk vindt, nou ja, en zo verder. Goed, tot de volgende keer. Doei!